Lieve vrienden, het is vandaag alweer vrijdag en het is 13:24. Astrid die komt helaas niet, die is ziek geworden. Ja, dus ik zit met een pan met witlof. Maar ja, maakt niet uit, komt wel op hoor. Ja, als ik de hele week ervan eten, dat boeit mij niet, nee. En ander wel, maar ik eet rustig de hele week witlof. Ik vind het anders om weg te gooien. Ja toch, je kunt op verschillende manieren eten, ook ondanks dat het al gekookt is. Want ik bedoel, je kunt met aardappelpuree eten. Je kunt alleen nog de groenten eten. Met rijst kun je het eten of wat dan ook. Ja, waarom niet? Hé, anyway, ja. En ik weet niet wat ik wil. Of ik dan even weg zal gaan vanmiddag of niet. Ik neem dan de koopbroodjes mee. Ik hoop dat die vol zijn. Ja, ook dat nog. Ik neem de handcamera mee en we zullen het wel beleven. Ja. Vogel die wou ook niet eerder uit bed. Nee, we zijn ook nog maar net beneden. Maar wou niet zitten zoals het behoorde te zitten wat de kapper had gedaan. Dus even een beetje nat gemaakt met de kam en toen wou het wel. Nou, het is een beetje hard. Maar ja, maakt niet uit. Het droogt wel hoor. Hé? Ja, maar ik was al beneden en ik had hem buiten en meneer die stuurde dat zo weer naar boven. Dat krijgen we nou. Ben ik ook nog even weer naar boven gegaan, hek lekker even met hem liggen te krollen. Heerlijk met het beestje. Hé? Ja. Zo heerlijk. Nou, maar ik ga even nog een bakje koffie doen. Ik zal ze even verzorgen. Hé? Ja. Ze willen wat hebben. Ja, meisje. En die legt zich eigenlijk ook lekker te wassen. Meneer Kandalf, daar hebben we Ewin. En daar hebben we meneertje Kandalf. En daar ligt meneertje Jodokus kwast. Wat ga je doen? Oh. Nou ja. En daar zit die dametje. De stoel lief. Maar meid, ja, je bent ook lief. Ja, je bent ook lief. Dat gaat er niet, hè. Gekkie. Ja. Hé, gekkie. Ja, nou, het is prachtig mooi weer, zoals jullie hier zo kan zien. Geen windjes, zowat. Maar oké, lieve vrienden, het komt allemaal goed. Ja. Jullie zien me, ja, zo. Dan ben ik nog wazig ook. Nou, trek dat bij of trek dat niet bij? Ik weet het niet. Even neerzetten. Oh, is dat nou niet goed? Zo dan. Ja, zo is goed. Zo dan. Ja, lieve vrienden, dus ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag, ga ik ook proberen. Ja, en dat doen we met z'n allen met een smile, glimlach. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ga me nu klaarmaken, want het is al 16 minuten over 2, dus ik ga me klaarmaken om weg te gaan. Ik heb hem al bij de lamp weg, deze camera, die staat gewoon al op het statief. Die doe ik zo bij elkaar de pootjes. Gaat in mijn tas. De GoPro, één GoPro gaat in mijn tas. De andere GoPro gaat op mijn scootmobiel. Het eerste stukje doe ik lekker niet. Nee. Mijn oortje moet nog in. Die hangt hier nog te hangen. Zo. Mijn oortje. Die moet ik ook nog even klaarmaken. Dat is ook zo gepiept. Muziekje erop. En klaar. Dus zeggen, geniet van alles. Wat jullie krijgen te zien. Ja. En ik hoop dat het mooi zal wezen. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet waar mijn neus toe gaat. Nee, ik moet mijn neus achterna. Dat komt goed. Ja hoor. Ze zeggen, geniet in ieder geval van jullie dag. Of het nou met mij is of zonder mij. Geniet. Ik ga eerst kijken wat er aan de hand is hier in Den Helder. Ik kreeg alarm binnen. Dus ik ga even kijken en ik zou zeggen, tot later!
de koper maar even gestopt en uitgedaan. We zijn nu bij Fort Kijkduin aanbeland. Het is hier heel mooi. Met een muur er helemaal omheen. Met gaten erin voor de kanonnen van vroeger destijds. Echt heel erg mooi. Hier is de poort. En dat is een busje van pakketbezorging. En dan gaan we die brug even overrammelen. Dat zal wel veel gerammel wezen. En stuurkunsten. Kijk eens. Is dat mooi of is dat mooi? Aan deze kant hebben we dit. Echt gaaf, hè? En dan weer zo terug even. Ik zie de vuurtoren ook een stukje over de bus heen. Er komen nog mensen aangelopen. Nou, dan gaan we verder. Ik ga niet naar binnen, want dat kost geld. Oh jeetje. Oh, wat erg. Je moet er maar niet doorheen zakken, hè. Daar is de intree. Je hebt hier een restaurant. Dan kun je heerlijk eten, dat weet ik. Ik heb er al eens een keer gegeten vroeger met mijn liefhebbende man. We mochten hier ook naar het museum dat wij voor 11 jaar geleden trouwden. En dat was toen gratis, omdat we toen trouwden. Ja, daar lopen leuke mensen. Misschien gaan die hier ook ooit trouwen, wie weet. Of ze zijn al getrouwd, ik ken ook nog. Ja, en dit is dan gewoon het plein. Daar zijn de wachtershokjes waar de wachters stonden. Plus een wc is het nou geworden, geloof ik, weet ik veel, weet het niet eens. Kijken wat er op de bordjes staan. Hier heb je ook zo'n apparaat. En je kan hier naar boven toe. Maar aangezien dat ik vreselijk veel pijn heb in mijn knieën en mijn rug, ga ik dat nou niet doen. Nee. Kom wel eens een keer. Maar niet nu. En dan is het uitzicht is prachtig. Nou, dat kan ik niet zeggen. Latrines. Oh ja, ja, het zijn wc's. Het zijn wc's. Oude wc's. Ja. Officierlatrine. Aha. Dit is voor de officiers. Ah, geweldig. Ja, nou oké, we gaan weer verder. Ik wou jullie dit even gewoon laten zien. We hebben ook, wanneer uit mijn hoofd weet ik het niet. Maar dan schijnt er hier wat te doen te zijn. Maar ik ben bang dat dat ook weer geld gaat kosten. Maar dat merken we dan wel weer. Ik zou zeggen, lieve vrienden, we gaan verder. Tot later.
aantal buffels, paarden, wat hier in deze voorste gedeelte van het water ligt en bij is. Of nog ganzen zijn of eenden, ik geloof van eenden. En daar verderop lijkt het wel meeuwen te zijn. Maar ja, ik kan met mijn blote ogen natuurlijk niet zien. En ook niet door de camera heen. Ondanks dat ik ingezoomd heb, dat lukt niet. Het is hier echt mooi. En dan heb je daar... de harmplas in de graaflijkheidsduinen. Ja, juist, inderdaad. En daar ligt Den Helder met Lange Jaap. En die koepel die jullie daarom misschien zien, dat is datzelfde voortkijktuin met zijn restaurant weer. Dus dan weten jullie dat even. Het is hier gaaf hoor. Den Helder is nou eenmaal mooi. Waarom iedereen nou Den Helder of de gemeente Den Helder of zijn eigen stad uit wil of ja ook vakantie te gaan, Den Helder is ook mooi. En omstreken, laat ik het zomaar benoemen. Ja, het is prachtig hier. En daarom, al die bomen, dat is de donkere duinen. En hier heb je heuvels, dat is de duinen. Daarachter ligt het strand. En dan de zee, maar dat is nog een paar meters, kilometertjes die kant op. We rijden lekker tussendoor. Kijk, dat zijn ganzen. Nee, eenden. Dat zijn eenden. Maar ik hoor de ganzen. Dan zijn dat die ganzen daar. Simpel. Dat zijn ganzen. Nou, lieve vrienden, we gaan weer verder. Ja.